Mardi-Duin is aangeschoven, alles over, uh, over de techniek, over telefoons, over internet. Uh, als iemand er verstand van heeft, is hij het wel. Ja, dat zeggen ze ja. maar ja. Ja. Ja, vanavond... niet zo bescheiden. Niet zo bescheiden, Neil. Nee, ja, vanavond is het, is het weer helemaal feest. Dan is het weer eindelijk weer een keynote die Apple gaat uh, presenteren. Uh, want het is WWDC vanavond. Eigenlijk uh, de komende drie dagen al. Dat is een developers conference. Waarin de ontwikkelaars samenkomen en hun ideeën weer delen. En nieuwe software uh, dingen worden gepresenteerd. Maar was, dat, was dat vroeger altijd met, uh, met uh, het je die jobs. Met Jobs? Dat ja. hij uh, uh, kwam met de ja, nieuwe iPod. Ja, mijn nieuwe functie. Ja. Ladies and gentlemen, we've got him. Ja, er zijn nee. verschillende dingen daar gepresenteerd een oh. uh, paar jaar terug. Bijvoorbeeld uh, destijds de vernieuwing. Want je had eerst bij Apple had je een bepaald design dat alles op planken leek. En dat alles heel skeu-morfisch skeu skeu was. Uh, dat is ook... Hoe bedoel je? Nou, uh, het oude design van Apple, alles was materiaal. Yeah. Dus je, uh, een, een, als je een... een nou, iBooks open, zag je een boekenplank van hout. Uh, Podcast open was het van metaal. Als je notities openen, was het van papier. Nou, daar zijn ze toen van afgestapt in uh, 2007 uit mijn hoofd. Zag er een beetje speelgoed achter. Ja, daar. en toen was er ineens flat designer, dat is daar uh, aangekondigd ook. Uh, een paar jaar terug. En, nou, ja. Elk jaar hebben ze dus een presentatie. Ik moet wel zeggen, de laatste jaren uh, wordt er eigenlijk qua vernieuwing steeds minder gepresenteerd. Uh, ja, jaar toch wel op... een beetje raar, want ik bedoel, de techniek gaat er zo snel vooruit. Ja, maar en, helemaal... Apple was altijd vooruitstrevend. Ja. maar die lopen een beetje achter, heb ik het idee. Ja, er zit heel weinig vernieuwing in het systeem. En ik merk het in de winkel ook dat uh, als ik me kijk naar mijn klant, die dan een nieuw toestel komen, aan een nieuwe iPhone, ik van oh, het is eigenlijk gewoon, gewoon hetzelfde. Ik ga van de iPhone 6 naar de 8 en het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Mm -hmm. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze juist die updates zo goed voor elkaar hebben. Ja. Dus de softwarematig blijven al die toestellen hetzelfde. En dat is natuurlijk wel, uh, wel hun kracht. Kij keynote ja. ja. vanavond te doen. En de key keynote vanavond gaat meer over de software. En niet, ja. niet daadwerkelijk over dat er een hardware, nee, een nee, nieuwe dus speeltje. Jullie helaas teleurstellen dat er geen iPhone 10 aangekondigd Gaat worden. Dat uh, staat helaas niet op de planning, maar wat, oh. er, wat er wel aangekondigd gaat worden, dat is uh, ja. Waarschijnlijk iOS 13, dus de grote systemen update. Het besturingssysteem voor je telefoon. Ja, het besturingssysteem ja. voor de telefoon. Ja, en er zit inderdaad een dark mode. Uh, komt daarin. Uh, daar ja, wat dat is, is dat een dark mode? Nou, dat is dat alle, alles een beetje op zwart komt. Dus het is prettiger voor de ogen. Maar vooral voor de iPhone 10 en de iPhone 10S is het ook veel zuiniger. Uh, dark moet zorgen voor dat alles wat zwart is, dat, dat er van de pixels worden uitgeschakeld. Dus hij verbruikt veel minder stroom. En het is natuurlijk, wat ik al zeg, voor de avond is het, uh, is het ideaal. Dat ziet er ook iets, iets mooier uit, vind ik zelf. Ja, ik hoor. vind het. Ja, het is iets het is iets minder verlichting in je ogen, iets rustiger ja. voor je ogen ook. En als je nou een, een iPhone 7 hebt, of 8, dan krijg je ook zo'n... Dan krijg je ook weet. gewoon de dark mode, ja, maar dan zal het weinig, uh, weinig betekenen voor het stroomverbruik. Uh, maar het is vooral prettiger dan voor de, voor de ogen. Ja. Het zal niet het enige zijn wat ze vanavond. Gebeuren. Nee, nee, nee. Kijk, uh, het, het gerucht is, maar dat is al een beetje uh, weerlegd. Het gerucht was dat er, dat er wel een nieuw uiterlijk zou komen. Vorige week zijn er uh, screenshots al gelekt van uh, de nieuwe update. En daar lijkt het nog allemaal een beetje hetzelfde eruit te zien. Want we zitten al jaren natuurlijk te wachten op een nieuwe ja, een, een, een nieuw hoofdscherm. Dat ja. alles anders is dat je misschien uh, widgets, kleine apps open kan zetten op je hoofdscherm. Dat, uh, dat is er nog steeds niet. Uh, tot dusver lijkt het niet te komen. Er was wel een sterk gerucht ervan. Dus we wachten daarvoor even vanavond Um, ja, en belangrijk, uh, ja, waarschijnlijk is het, het einde van iTunes hoe zou dat? En ook dat gaan ze vanavond uh, aankondigen. Maar er zitten zo heel veel mensen, zitten toch nog gewoon op iTunes? Ja. Als je Apple heb heb je maar één. Heb soort... jij iTunes? trouwens of niet. Ja. Ja. Je moet, ja, ja, ja. Ook iTunes, ja. Ik heb iTunes, maar ik, heb, ik, 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 heb, ik gebruik het nooit eigenlijk. Nou, ik heb ook opslag. Nee. Dat, uh, ja, klopt, op iTunes. ja. Ja. Kijk, iTunes is natuurlijk begonnen als een klein programma voor alleen muziek en er zijn steeds meer functionaliteiten bij gekomen. Ja. Uh, je kunt films kijken, tegenwoordig. Je kunt je iPhone synchroniseren, je kunt je foto's synchronen. Het is een heel log en groot programma geworden. En mm -hmm. wat Apple wil doen, die wil eigenlijk het allemaal nog gaan opsplitsen in losse programma's. Dus er komt straks een losse muziek-app voor, uh, voor, voor Windows en voor, uh, voor Mac. En er komt een losse Apple TV app waar je je films kunt kijken. Uh, en ja, de rest uh, van het synchroniseren, van het overzetten van foto's, dat gaat eigenlijk tegenwoordig allemaal via de cloud. Ja. Ja. Dus dat hele iTunes zal waarschijnlijk gaan veranderen. Ja, het hele, ja, ja. en ben. voor heel veel mensen is het. Uh... Ja, het zal wel blijven bestaan, maar het wordt opgedeeld. Ja, ja klopt. Ja. Nou, voor, volgens mij is er vorige week al een hele kleine update geweest binnen ja. de iOS, die klopt. die nieuwe Apple TV-app laat ja. zien. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Die zit, die zit er al in. Het is gewoon een kleine, kleine update, ook naar aanleiding van een nieuwe dienst die komt. Ja, een beetje richting Netflix en ja. Videoland. Ja, klopt. Daar is je eigenlijk helemaal klaar voor. Ja. Uh, die heb je altijd tussendoor, maar de grote update, dat is dus die straks in het najaar komt en vanavond wordt gepresenteerd. En dat is iOS, uh, iOS ja, 13. Ja, want dat was ja. mijn volgende vraag. Vanavond wordt het gepresenteerd en pas in het najaar kan je hem daadwerkelijk... Klopt. Uh... Ja, klopt. Hij uh, is wel vanavond al voor ontwikkelaars uh, te installeren. Dus ze kunnen het wel proberen. En dan komen er ja, maandelijks kleine updates, verbeteringen zodat hij straks goed werkt. Uh, en in de herfst uh, komt hij dan meestal uit. Dus dan, uh, dan, dat is dan wel we jammer, want ik raak. ben ik wel benieuwd. Dat zou ik er morgen wel erop willen zeggen. Ja, maar kan, dat is de kracht ja, van Apple. Hè. Die proberen natuurlijk ja. gewoon een beetje die schaart ja. nog steeds te creëren. En uh, die verwachtingen hoog. Klopt. Leggen, ja, ook. en je kunt het inderdaad eventueel installeren met een bepaald profiel. Kan dat? Een alleen tester het word je dan. Ja, wil je dat ja. testen. Maar het risico is wel dat je apps niet goed werken. Ja. Dus alleen, ik je dat je je bereikt met WhatsApp en ja, dat soort dingen. En misschien is dat wel belangrijk. Laat ja. maar. Waar kijk jij <laughs> naar uit? Uh, nou, ik heb nog gewoon een beetje hoop dat er wel iets van een nieuwe, nieuwe interface komt. Dus daar gewoon hoop... een nieuwe look komt. Ja, gewoon even iets. Even wat verfrissing erin. En er zijn al wel wat dingen terug te zien ook. Uh, dat Skeumorfisch design waar ik het net over had, Dat lijkt weer terug te komen, want er is. Uh, ja, je kunt tegenwoordig tekenen op je screenshots. Nou, die pennetjes zien er alweer uit als uh, zijn de echte pennen. Dus ze stappen er al een beetje vanaf. Dus wie weet gaan ze langzaam toch weer uh, de boel een beetje aanpassen. Dat je weer echt een frisse iPhone hebt. Uh, Android telefoons. Ja. Toch? Ja, ja we wat gaan was even, daarmee? Nou ja, we gaan even door over de updates. Ja. We hadden het net natuurlijk over Apple, uh, die uh, zijn updates gaat aankondigen. Ja. Uh, Apple is daar altijd heel, uh, best wel netjes in, die blijft ze lang ondersteunen. Uh, alleen de Consumentenbond heeft vorige week een uh, artikel gepubliceerd over de ondersteuning bij ja, Android-toestellen. Je koopt vaak een telefoon en dan wil je natuurlijk dat hij een beetje bijblijft. Ja. Uh, en zij hebben geëist dat het, uh, dat het vier jaar ondersteund moet blijven, terwijl dat vaak niet het, uh, het geval was. Uh, maar dat doet Apple ook, hè? Toch? Apple, nou, Apple garandeert niet. Die zegt niet van dit toestel was zo lang ondersteund, maar zij ondersteunen gemiddeld hun toestellen vier tot zes jaar, ja. wat natuurlijk super, super, lang is. En dan moet je zien als nieuwe funct functies die erin komen, maar ook beveiliging wat aangescherpt wordt, eigenlijk heel veel dingen. Ja. En dat was bij Android niet. Nee, nee, nee. En het probleem zit er natuurlijk in dat uh, kijk, Apple maakt zijn eigen software, dus die kan ook zelf de telefoons en de software op elkaar afstemmen. Maar bij Android wordt het door Google, wordt de software gemaakt. Ja, en Samsung en Huawei en Xiaomi en al die merken die moeten zelf uh, dat. Ja, ja, het is een beetje ratje toe van van alles en nog wat op één dus, telefoon, natuurlijk. Ja, ja. dat het... is uh, je moet gewoon. Eigenlijk moet je zelf gewoon goed opletten wat je dat je de updates goed doet. Ja, ja. Nou, gaat dat bij Android-toestellen ook gewoon? Automatisch uh... het gaat, ja, het gaat. Uh, het gaat automatisch bij de meeste toestellen. Het ligt trouwens ook of je genoeg geheugen vrij hebt. Want soms dan uh, loopt ik wel vast op de updates. Mm -hmm. Maar ja, wat, uh, wat wel blijkt is dat bij veel toestellen die ondersteuning wel echt heel kort is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, een Xiaomi-toestel wordt vaak niet eens geüpdate. Uh, Huawei wordt uh, anderhalf jaar geüpdate. Uh, Samsung, ongeveer twee jaar. Uh, Sony, ook anderhalf jaar. En dat is eigenlijk best maar kan je daarna kort. wel zelf updaten. Of uh... nee, nee, nee. Want de update... houdt het gewoon op. Dan moet je moet gewoon een nieuwe gewoon telefoon niet. toe. Ja, eigenlijk wel. Um, ik moet wel zeggen, Xiaomi heeft uh, Samsung vorig jaar daarvoor voor de rechter gesleept. Uh, omdat zij vinden dat dat langer moet ja. zijn. Ja. Uh, nou, de, de, de rechter heeft eigenlijk gezegd tegen de consument: want ja, je, hebt eigenlijk, je hebt ongelijk. Want er is, on, er is onvoldoende bewezen dat het schadelijk zal zijn voor de consument. Want daar ja. gaat het uiteindelijk om. Ja. Uh, en daarnaast is het heel lastig voor dit soort bedrijven om dat te blijven doen omdat ze alles moeten aanpassen. Uh, maar buiten dat het gewoon niet handig is. Want je hebt dan de juiste updates niet meer. Kan het ook een gevaar opleveren? voor Als jij met een telefoon hebt die niet meer goed geüpdate is. zit er dan be beveiligingslekken in? Uh, die kans zit, zit er wel in. Ik moet wel zeggen, je krijgt al vaak kleine belangrijke updates. Mm -hmm. dus dat zijn dan echte beveiligingsupdates die voor nood zijn. Maar wat het bijvoorbeeld wel kan betekenen is dat je een bepaalde app wil downloaden. Neem bijvoorbeeld je internetbankieren app. Ja. En dat je telefoon zegt van ja, sorry. Uh, jij bent een Android meer. 6, die is zo oud. Dat gaat uh, dat, dat ga niet werken. Dus dan kun je niet internetbankieren op je telefoon. Is dat is eigenlijk schandalig. Ja, hè, dan eigenlijk, dat ja. Ja. En dat kan. En zo kort dan af. Dus ik vind het wel terecht dat die consumentenbond ook zegt: van jongens, dat moet langer zijn. Ja, ja dat, uh, dat snap ik ook. Het maar is kunnen dan... zij op tegen die grote bedrijven? Nee, nee blijkbaar dus niet. Uh, want ja, de consumentenbond staat natuurlijk alleen voor Nederland. En uh, Samsung is, uh, is natuurlijk geen Nederlands bedrijf. Nee. Nou, Huawei ook niet. Nee, maar dus Samsung dat... Nederland kan wel naar hun moederbedrijf zeggen: van jongens, wij staan zo onder druk. Ja. Jullie moeten iets doen. Ja, klopt. Maar als zij natuurlijk die update moeten aanpassen, moeten ze dat voor de hele wereld doen. en als we een bepaald toestel niet zo succesvol is, dan kost dat zoveel geld. Ja, maar dan worden zij toch zelf ook uh, rijker van? Ik bedoel, op het moment dat je dat goed regelt, kopen meer mensen bijvoorbeeld die, die Huawei of die Samsung of die Sony. Nou, waarom op, waarom doen, doen ze dat zelf? eigenlijk, waarom? Het is niet zo lang ondersteunen? Nou, omdat het sowieso, het is lastig dus, het kost heel veel geld. Uh, en Samsung maakt bijvoorbeeld toestellen van 100 euro en van 900 euro. Dus voor een toestel van 100 euro is het lastig om, uh, om daar gewoon die ondersteuning te blijven geven. Mm -hmm. Ja, en daarnaast is het natuurlijk zo, uh, het, het, het blijven ondersteunen van een, van een toestel zorgt voor de nieuwe functies. Maar ja, het is ook vaak geen reden om een nieuw toestel te kopen. Dus ja. dat, uh, dat is, dat is, het, ja, dat is het, het, het gevolg een beetje. Ja, het is gewoon marktwerking eigenlijk. Ja, het... ja, dat is een klein gedeelte. Maar het is vooral dat het heel lastig is. Hè, dat het echt heel complex in elkaar zit. Ja, maar Apple blijft het dus langer ja, doen. Apple dus... blijft het uh, lang doen, ja, ja. En dat is natuurlijk wel de reden dat die, to die toestellen van Apple heel lang in omloop blijven. En duurder zijn. En ook duurder zijn. En dat krijg je natuurlijk terug. Dus het komt allemaal natuurlijk wel op neer van hoeveel wil je investeren in je toestel. Ja. Kijk, een Samsung Galaxy S10 of een de nieuwste Huawei die wordt langer ondersteund. Dan natuurlijk de goedkoopste Huawei en de goedkoopste Samsung. Dus daar zit wel wat verschil in. je moet het dus een beetje zelf in de gaten houden. En goed van tevoren gewoon Nou, sowieso. Heb je dat ook? Dat familieleden langskomen, dat je al die updates maar moet doen. Want die vergeten ze ook allemaal. en. Mijn schoonmoeder ook altijd. Die zegt van, ja, ik krijg dan een melding over een update. En ik heb ooit tegen haar gezegd, niet zomaar klikken op alles. Ja en nee ook. ja, dan heb je ook... Al die updates gewoon lekker doen. Je ja. iedere twee weken ben je aan het updaten. Ben je weer een beetje? Ja, ja, bijna ja. wel inmiddels. Ja. ja, ja. Maar goed, houd het. Al ik zeg dat. Ik doe het elke ochtend. Kijk ik op mijn telefoon. Ik kijk even de kranten en even het nieuws even na. Maar ik kijk ook even naar de updates. Zijn er ja. nieuwe updates? Ik kan het wel ja. snel doen, want je zit toch op je wifi-netwerk, waardoor het eh, als je in de auto gaat updaten, dan kost het weer data. Dus ja. even op je eigen wifi-netwerk, ja. even een updateje. Drie minuten en je bent klaar. Ja, ja denk ik ook. Dat en niet op belangrijk. vakantie updaten, hè? Nee, 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 een nee, openbaar netwerk. Nee, nee, zeker niet. Nee, dat moet je Oké. Ben je de duim van optie 1 telecom? Dankjewel tot volgende week.